dit matriarchaat komt tot recht in het Minangkabauwse huwelijk. De man trouwt er in de dorpsgemeenschap waartoe zijn bruid behoort. Laten wij eens zo'n huwelijksfeest bijwonen. Vroeg in de ochtend al klinken de feestelijke klanken van een orkest en de gasten komen van alle wegen over de dorpsbrug toegestroomd. De bruggen zijn hier overkapt om het houten brugdek te beschermen tegen de regens. De kunstzinnige aard van het volk sierde de overkapping met kleurig houtsnijwerk. Met hun geschenken verpakt in zilveren handsmeetschalen en gouddoorstikte doeken, komen de bruiloftsgasten van heinde en ver. En ieder is in de kleurige, kostbare adatkledij gestoken, die alleen bij bijzondere gebeurtenissen gedragen wordt. Een bont en indrukwekkend beeld van de kunstzin van de Maleier, die als handelaar de wereld bereisde overal in contact kwam met de cultuur van velerlei volk en aard, en die daaruit een atticiteit naar eigen smaak en wezen sublimeerde. Nadert de bruiloftsstoet, voorafgegaan door vrouwelijke bloedverwanten van de bruid, die de vele geschenken en de traditionele etenswaren plechtig meedragen. Daarachter volgen de priesters en de raad van ouden, terwijl de processie gesloten wordt door het ceremoniële orkest. Nadat de huwelijksformaliteiten na Mohammedaans gebruik vervuld zijn, wordt er gedanst. Hier valt even de schaduw van het animisme over het overigens streng Mohammedaanse huwelijksfeest. Dit is de bezielingsdans waarmee aan een levenloos voorwerp, in dit geval een pop, symbolisch een ziel wordt toegekend. Na de magische dans brengen de mannen een ritmische bezweringsdans, zoals de adat die voorschrijft. Bij de Minangkabauer is, evenals bij de meeste volken die de natuur zeer nabij leven, de dans een eredienst, een symboliek, met een betekenis die van geslacht op geslacht wordt overgedragen en waarbij de grootste toewijding en ernst betaamt. Natuurlijk heeft in de voortgang der tijden de dans ook het karakter van volksvermaak gekregen, zoals het bijvoorbeeld het geval is met de mantjak, de in bijna heel Indonesië populaire zelfverdedigingssport. Heeft dit spiegelgevecht echter elders het onrustige karakter van een werkelijk gevecht behouden, bij de Minangkabauers is het tot een streng gestileerde danskunst geworden. Waarbij porseleinen schotels los op de opengespreide handen liggen, terwijl er met ringen aan wijs en ringvinger een zangerige cadans tegen wordt getikt.
Het ritme van de dans wordt aangegeven op de rabana, het muziekinstrument dat de Minangkabauer ontleende aan de Arabische tamboerijn. Slot van de feestelijkheden dans ook het bruidspaar de Tariq Piri. Deze dans immers is het symbool van het offeren en in de dansmanualen draagt het bruidspaar het huwelijksleven op aan de hogere machten. Slot van de offerdans. Laten wij het jonge paar het einde van elk sprookje toewensen, dat zij nog lang en gelukkig met elkaar mogen leven.